Nog een paar dagen en dan is het weer kerst. Mensen zijn in de binnenstad op zoek naar cadeaus voor vrienden en familie. Daarnaast slaat men ook veel lekker eten in. Allemaal cadeautjes voor het kerstspel. Het zijn verschillende cadeautjes. En wat voor cadeautjes gaat het om? Douchegel, leuke dingetjes voor in de keuken, echt van alles. Nou, ik denk dat dit wel een van de grootste tijden van het jaar is. Samen met Halloween verkopen wij op dit moment wel echt de leukste producten. En wat voor producten worden nou heel veel verkocht? Ja, de feestjurkjes en de rare hoedjes en vooral de kerstmutsen. En het, nou, we hebben ook een heel leuk pak, volledig kerstmanpak. Daar loopt mijn collega nu ook in rond. Dus ja, dat zijn wel echt onze hardste lopers nu. Ik heb helemaal niks onder de kerstboom eerlijk gezegd. Wel de kerstboom vol kerstballen. Ja, allemaal cadeautjes weggegeven natuurlijk. Hè. Iedereen voorzien en dan blijft er niet zoveel meer over voor de kerstman dan een tevreden gevoel. Ik heb momenteel helemaal geen kerstboom thuis. Ik heb het veel te druk. Het is echt voor ons te druk. Ik werk tot kerstavond. En dan hoop ik dat mijn kinderen een heerlijke maaltijd bereid hebben. Heel veel thee en thee toebehoren. Veel theepotjes, mokken. Dat verkopen we echt heel veel. Ja. Kerstchocolade, rendier, kerstboompjes. Van alles voor ieder wat wils. Waar hoop ik op? Eigenlijk heb ik niet echt een speciale wens dit jaar. Gewoon gezellig samen zijn met de familie is het belangrijkst. PlayStation 4 voor mijn zoon. Doe maar. Ja, hij wil graag een PlayStation 4, dus ja, dan moeten we dat maar even regelen. En wat gaan jullie verder doen met kerst? Ja, gewone familiaire dingen. Eten met de familie en zo, en noem maar op. Op de markt verwacht men later in de week pas de echte drukte. Nou, het is vandaag nog een beetje rustig. Wij zitten natuurlijk in de verse handel. Hè. Dat moet allemaal het laatste moment, vrijdag en zaterdag, dan worden die in het gekkenhuis. Want dan komen de mensen allemaal een vers product voor de kerst halen. Dat is nou nog niet zo, hoor. Wel een beetje voor wat garnaaltjes en inderdaad, maar nog niet echt de verse vis. En wat is nou een lekker stukje vis om bij de kerstdiner te eten? Ja, jongens, wij zijn het allerlekkerste. Is een lekker stuk zalm, tonijn, kokiers en hoi! En uiteraard een gebakken zeetong. Heerlijk. Ja, dat is wel super natuurlijk. Ja, wat, die zet u zelf op tafel? Ik laat mij dit jaar mezelf verrassen. Ik ga bij de familie, pas op hoor. Bij de familie ga ik eten en ik laat mij gewoon verrassen wat het is. Maar het zal me niks vonden als een paar grote zeetongen op tafel komen voor mij, hoor. Absoluut. Ik hoor u net zeggen, ik sta hier normaal op dinsdag niet. Waarom staat u hier vandaag wel? Nou, ik was hier, kijk, het is nou, je zit al een beetje in de vakantiesfeer, zeg maar. De mensen geven iets meer uit. Toen dacht ik bij mezelf, nou, ik ga nog een dagje extra naar Groningen toe. En tot op heden was het nog niet echt wel succesvol, maar dat maakt ook niet uit. En hoort u nu ook van de mensen dat ze uw honing als cadeau doen? Oh ja, zeker. Ze nemen het inderdaad ook in een kerstpakketje mee voor de Sinterklaas. Ja, maar dat doen ze zeker wel. En wat gaat u zelf doen met de kerst? Ik ga naar vrienden en familie toe. Eerste kerstdag en tweede kerstdag. Dus ik ga daaruit. Ja. Fijne feestdagen. Ik wens jullie niks minder. En de gezellige dagen. En bedankt, hè. Oké, dag.